Jacintek Fouwi, je hebt zojuist je contract getekend bij FC Utrecht. Kun je omschrijven hoe trots je bent? Ik ben heel trots. Ik ben natuurlijk ook trots op mijn vrienden en familie. Die zijn natuurlijk op nummer 1. Die hebben me elke dag gesteund. En daar ben ik heel dankbaar voor. Ja, en dat is denk ik ook de reden waarom ze vandaag allemaal naar het stadion zijn gekomen, hè? Ja, tuurlijk. Ik moet ze natuurlijk meenemen. Ik ben elke dag met ze, dus fijn gevoel dat ze ook mee zijn gekomen. Ja. Het is misschien een cliché, maar kun je omschrijven hoeveel zij voor jou hebben betekend in de afgelopen jaren? Er zijn heel veel voor me betekend. Natuurlijk mijn moeder, die elke dag voor me opstaat. Die natuurlijk elke dag voor me eten maakt en alles. Mijn broers, mijn familie en vrienden die er zijn. Ik wil ze gewoon 100% dankbaar. En dan is misschien toch wel, nog wel het belangrijkste. Wat voor het type voetballer ben jij? Want dat is natuurlijk waar we hier allemaal voor zijn. Ja, ik ben een buitenspeler. Ik kan op links buiten, kan op rechts buiten. Favoriet spelers ligt links buiten. Ik ben een technische speler. Ik ben doelgericht. Ik heb voorzetten in huis. Ik kan een manje makkelijk passeren. En ik heb veel mannetjes laten vallen. Mooi om te horen. Je zit nu een paar jaar bij FC Utrecht. Je hebt in het verleden onder andere bij IJsselmeervogels gespeeld. Het gaat nu wel steeds stapjes en stapjes vooruit bij jou, hè? Ja, natuurlijk. Ik wil ook natuurlijk IJsselmeervogels bedanken. Ik heb daar 2 jaartjes gespeeld. 2 mooie jaren. Ze hebben mij ook heel veel geholpen in een goed staan of in andere dingen. Natuurlijk ben ik naar Utrecht gegaan. Mooie stap voor mij. Dus ik ben blij. En een debuut gemaakt al, hè? Ja, zeker. Ik wist niet eens dat ik erin zou komen, maar het stond natuurlijk 1-1. En toch ben ik erin gegaan. Hij heeft me gegund, René Haken, dus topgozer. Ja. Maar een debuut in de keukenkampioenenvisie, dat is denk ik een heel mooi signaal voor jou. Ja, tuurlijk. Ik wil natuurlijk vaker met Jong meegaan en vaker me laten zien voor Jong. En een belangrijke speler worden. Wat is nou het ultieme doel? Natuurlijk een basisspeler worden bij Jong. En van daaruit mee te gaan trainen met de eerste en mezelf te kunnen laten zien. En wie is daarin het voorbeeld? Cristiano Ronaldo. Natuurlijk, hij is een baas voor mij, hij is een voorbeeld voor mij. Scoort elke wedstrijd, kan belangrijk zijn voor het team. En daar ook van.